Hallo en what's up beste kijkers. Welkom terug bij het kanaal van Mees Stormtroopsizer en mijn nieuwste bioscoop recensie over de laatste Oscar genomineerde film van 2019. Hij is nu pas in 2020 verschenen in Nederland en ik heb hem een paar uur terug bekeken met mijn ouders. De film waar ik het over heb is Little Women, geregisseerd door Greta Gerwig. En ook door haar geschreven en is de vierde adaptatie van een beroemd boek over vier zusjes van de familie March. En het vertelt hun verhaal hoe ieder van de vier zusters hun leven leidt of wil leiden een paar jaar na het einde van de Amerikaanse burgeroorlog. En hoe ze ieder hun eigen dromen en ambities hebben in een tijd waar voor vrouwen gewoon niet veel ruimte was om hun dromen te verwezenlijken. Velen die konden geen goed betaald werk krijgen of werden niet serieus genomen voor de carrière die ze wilden nastreven. En de enige manier om echt financieel ruim te zitten was om met een rijke echtgenoot te trouwen, die overigens ook al hun zelfverdiende geld dan volgens de wet zou gaan krijgen. Dit is een film die in bepaalde opzichten verschrikkelijk goed is. Met name de actrices en de aankleding van deze film zijn ijzersterk en ook zeker Oscar-waardig. Maar qua verhaal, hoe dat wordt verteld en de constructie daarvan is problematisch, omdat het zich in twee verschillende tijdlijnen afspeelt. Er zit 7 jaar tussen. De ene tijdlijn die bespreekt de vier zussen toen die nog echt bij elkaar woonden in één huis. En 7 jaar later, wanneer ze allemaal een verschillende kant op uitgegaan zijn en dat er bepaalde kloven tussen hen zijn gegroeid. De hoofdrollen die worden gespeeld door Saoirse Ronan en Florence Pugh. Als respectievelijk Jo March en Amy March. En zij zijn ook verreweg de sterkste speelsters in de hele film. Zij hebben ook de meeste vetes. Iedereen die kent het wel. Ruzies tussen broertjes of zusjes die soms echt verschrikkelijk hevig kunnen worden. Maar je voelt je nooit echt goed of bevredigend erover achteraf, want het is je familie. Dat is iets wat heel sterk wordt geportretteerd in deze film. Hoe beide zusjes echt heel hecht met elkaar zijn, maar elkaar toch soms behoorlijk erge dingen aandoen. En soms helpen ze letterlijk elkaars dromen naar de gallemiezen. Emma Watson en Eliza Scanlon spelen de twee andere zussen, Meg March en Beth March. Hun rol is wat kleiner, maar zij hebben ook ieder een heel significante rol hierin, in zowel thema's als emotie. En met name Emma Watson, die is op haar best hier. Ik heb haar altijd een actrice gevonden die altijd wat een zekere mate van belemmering had qua talent. Ook buiten Harry Potter was er altijd een bepaalde grens die ze maar niet kon overstappen. Dat is hier ook zo, maar ze is echt heel erg goed bezig hier. En ik vond haar een fascinerend karakter. De wat kleinere bijrollen door Laura Dern en Timothy Chalamet en Meryl Streep, die waren ook heel erg goed. Laura Dern en Timothy Chalamet die hebben mij de neiging gehad om karakters te spelen die nou nooit zo sympathiek of zelfs irritant waren. Maar ze laten zich hier echt wederom van hun beste kant zien en zorgen voor een paar van de sterkste emotionele scènes in deze film. Dus wat de acteurs betreft is het, en ik moet eigenlijk vooral zeggen, actrices, is het allemaal echt dik in orde. Niets aan veranderen. Het zit er meer in de karakterisaties, want dit script, ik zei al, door dat springen tussen die twee tijdlijnen wordt het soms erg warrig.
Je weet soms letterlijk niet in welke tijdsperiode de film zich nou letterlijk afspeelt. En daar moet je heel goed voor kijken. Maar ook buiten dat lijkt de film maar niet zijn draai te kunnen vinden over 2 uur lang. Het weet niet op welk karakter het nou werkelijk wil focussen en welke thema's het nou letterlijk wil bespreken. Het probeert te veel tegelijkertijd. Een hoop dingen die zijn nog steeds behoorlijk effectief en aangrijpend. En ik liet 1 keer bijna tranen om een bepaalde scène die vanwege het springen in die 2 tijdlijnen juist zo effectief was. Geprezen moet daarbij worden de montage. Want zonder dat was die emotionele reactie gewoon niet mogelijk geweest. Maar buiten die spaarzame, zeer effectieve momenten is dit script gewoon nogal problematisch. Ook mede dankzij de montage. Wat dan wel uitzonderlijk goed slaagt is dus die aankleding. De kostuums en de sets van de tijdsperiode van eind 18e en 19e eeuw zijn echt geweldig. Je wordt zo makkelijk in die wereld getrokken van grote rokken en jurken en jackets en hoge hoeden en koetsen, paarden, grote villa's. Het voelt allemaal zo echt en realistisch. En ik zou het gouden beeldje zo geven in vergelijking met wat ik het afgelopen jaar heb gezien in andere films. Dit is letterlijk gewoon het beste werk wat betreft kostuums. Ook de muziek van Alexandre Desplat die draagt veel bij. Het bestaat uit veel simpele pianostukjes die ook veel fragmenten leent van klassieke stukken. Veel variatie zit er niet in, maar het is heel lieflijk en sfeervol en draagt gewoon heel veel bij aan de toon van deze film voor zowel de negatieve emoties als de heel positieve emoties. Want deze film die wisselt heel erg effectief qua sfeer in luchthartige comedy van 4 zusjes die elkaar op de huid zitten of plezier hebben en dan weer naar zwaar familiedrama met ruzies en tragedie en feministische thema's. Die afwisseling die werkte heel goed. Ondanks dus die wat gebrekkige verhaalsstructuur. En ik denk dat andere mensen die zich wat makkelijker door dat verhaal heen kunnen worstelen, hier een heel erg positieve ervaring aan gaan beleven. Dus daarmee is wel alles over deze film gezegd. Heel erg getalenteerde cast. Prachtig aangekleed. Fraai gefilmd en geregisseerd. Maar wat het probeert komt gewoon nooit echt tot volledige wasdom. Terwijl het juist zoveel potentie heeft. Ik geef het een 8.3. Laat graag in de comments weten of jullie op basis hiervan hemzelf ook willen gaan bezoeken. En ik zie je de volgende keer bij het kanaal van Mees Stormtroopsizer met nieuwe film- of bioscooprecensies. En verwacht ook morgen of in de aankomende dagen een video over de Oscars. Goodbye and live long and prosper.